voor het huis van Tim. Die studeert aan de Hans Hogeschool in Groningen. Hij is een van de 13 reizigers die mee gaat werken aan het programma BNN Backpack. BNN 3FRuis Backpack. BNN... Drie op reis die mee gaat werken aan het programma BNN Backpack van 3 op reis. En we gaan hem even verrassen met een bloemetje. Dankjewel, dankjewel. We hebben een bloemetje voor je meegenomen. Chill, wat leuk. En chill. Dankjewel. Mag ik binnenkomen? Ja, tuurlijk. Kom verder. Oh. Hoe ben je eigenlijk überhaupt op het idee gekomen om hier aan mee te doen? Ik werd eigenlijk getipt door een huisgenoot. Want ja, ik doe wel vaak dingen met filmen en ik heb gereisd. Daar heb ik eerder filmpjes van gemaakt. Toen ben ik het even gaan opzoeken en toen dacht ik... Ja, hier moet ik aan meedoen. Dit is veel te vet. Daarna toen kreeg ik een mailtje dat ik door was naar de volgende ronde. Ik wist eerst nog helemaal niet of er een volgende ronde zou zijn. Ja, en toen was ik super blij natuurlijk. Maar toen kwam er weer wat aan, want toen moest ik een pitch gaan voorbereiden. Maar er waren zoveel mensen nog. En echt mensen met leuke dingen. Dus ik dacht echt, ja, die kans dat ik nu doorga is natuurlijk zo klein. Omdat er zoveel mensen zijn met iets leuks hebben. Er waren mensen met taarten en met een fles sambuca. En ik had eigenlijk... Ja, alleen een uitrolkaart en ik ging echt 10 minuten vertellen. Dus, maar ja, blijkbaar ging het goed genoeg. Wat ga je de komende weken precies doen? De komende weken ga ik al filmpjes maken voor op mijn YouTube-kanaal. Ik ga reizen, ik ga gekke dingen doen en leuke dingen. Ja, en zoveel mogelijk YouTube-kijkers en abonnees verzamelen. En Facebook-volgers natuurlijk, want uiteindelijk moet er gestemd worden op 26 juni. De 5 leukste vloggers, die mogen dan nog een week mee met 3 op reis om daar weer over te vloggen. En de uiteindelijke winnaar die krijgt echt zelf een item in 3 op reis voor op tv. Dus dat is helemaal vet natuurlijk. Dag lieve mensen, vinden jullie 3 op reis een leuk programma? Check dan ook 3 op reis Backpack vanaf 1 juni op tv. En volg mij ondertussen op Facebook en op YouTube, want ik maak al allemaal leuke filmpjes voor jullie. Dus doen!